Hi allemaal, vandaag neem ik de video niet met Larissa op, maar met mijn andere zus, Serena. Hallo! Van het kanaal Beauty Lab, jullie kennen haar waarschijnlijk wel. En jullie hebben haar al veel vaker gezien op dit kanaal. We gaan vandaag iets heel erg leuks testen. En dat is iets wat Serena laatst heeft besteld via Wish. Yes. Het zijn LED wimpers. En ik zag het voorbij komen en ik dacht, hoe gaat dat? Hoe vet eigenlijk? Hoe cool is dit? Ja, ik was ook wel heel erg benieuwd, want ik zag ook een keertje zo'n video rondcirculeren op Facebook. En toen dacht ik, wow, dat is echt super raar. Ook met die magneetwimpers die je al een keertje hebt getest. Dat zag ik volgens mij in hetzelfde videootje langskomen. Dus het is ook helemaal niet nieuw, maar we wilden het gewoon super graag proberen. En je had het dus besteld via Wish. Ja, je hebt verschillende prijzen, verschillende leveranciers. Maar gemiddeld komen ze op zo'n 2 euro per stuk. Dus voor de prijs hoef je het ook niet te laten. Ik dacht, we gaan het gewoon uitproberen. Ja. Moet je trouwens deze verpakking zien. Flashing. Gewoon echt dikke spelfouten. Nou ja, kijk je meer naar de spelfout of kijk je meer naar de vent op de voorkant? Hier staat deze tekst. You have a pair of attractive eyes with the LED enhance your charm. Oké, laten we ze uitpakken. Oké. Okay. Oh, en nu? Het ziet er heel anders uit dan ik had verwacht. Highlight tape zit er ook bij. Waarom? Ik weet het niet. Ik heb echt geen idee. Er zit een heel apparaat bij en een haarklipje of zo. Waar zijn de instructies? Die zijn er niet. Hoe weten we nou hoe we dit moeten doen? Ik ga even op het knopje drukken. Kijken of die gewoon meteen aangaat. Ja. Nee. En dan kan je dit openmaken? Oh, ze doen het! Ja! Oh, je hebt roze! Zo cool. Ik heb paars, roze, ik heb groen. Ah, je hebt verschillende standjes. Volgens mij word je helemaal gek als het... Ik vraag me af of je het kan zien. Ik denk het wel een beetje hoor. Oké, dus wat ik denk is dat we eerst deze stickers boven onze wimperrand moeten plakken. Ja. Daar doen we die LED op en dan werken we ze zo naar achter en dan klippen we ze vast met dat clipje om het weg te werken. Oké. Okay. Ik denk dat dat een beetje het idee is, maar... Oh, wat grappig dit. Oké, wij zijn echt een beetje dom, want ik dacht, oké, we plakken die sticker op het oog. En dan gaan we die LED-strip erop plakken. Maar het is natuurlijk veel handiger om hem eerst op de LED-strip te plakken en dan pas op het oog. Dus ja. Dat gaan we nu even doen. Dan zitten de LED-lampjes en deze kant is plat, zeg maar. Dus hier ga ik de sticker plakken. Het is echt een priegelwerkje. Met die lange nagels ook van je. Ja, oh my god. Oh, ik plak hem echt super scheef. Echt totaal niet recht. Nou, oké, wacht. Even opnieuw. Kijk, hey. En dan... halen we deze weg, kijk. Ja? En dit plak ik nu boven mijn oog. Het trekt helemaal naar beneden aan de zijkant. Misschien moet deze wat meer naar de zijkant. Misschien moet dit... Oh, wacht, kijk, het moet achter mijn... Hoor. Oh, het lift meteen mijn oog. Nou. 2-1. Oké. Het ziet er niet... Moet je kijken. Oké, ik ga ze ook heel eventjes opdoen en dan komen we straks weer bij je terug. Zo! We kunnen in ieder geval zeggen dat dat tape om het mee op te plakken, dat dat echt heel sterk is. Ik moet wel even zeggen dat ik echt aan het struggelen ben. Het ding trekt hier aan mijn oog en ik weet niet waar die andere is gebleven. En ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Ik weet het echt niet. Hier, ik heb hem. Oké. Okay. Hier, wacht. Jeetje. Ja, nou hij is aan bij mij. Dat is best wel tof. Ja, alleen ze zitten echt heel ongelijk, waardoor je echt zo, alsof je schil kijkt of zo. Ja, het is wel, ik moet zeggen dat ik het toffer vind dan ik dacht. En we gaan het straks ook echt laten zien met wat minder licht, zodat je echt het effect op deze kunt zien. Zodat je dit echt kan zien, want nu zie je het waarschijnlijk helemaal niet. Zou je mij anders kunnen helpen? Misschien is dat beter. Maar hij moet toch zo? Hè? Wacht even. Ik weet het niet. Hoe werken ogen ook weer? Ja, hij moet aan de andere kant. Nee. Ik snap het niet meer. Nee. Ah, ik kan je in ieder geval vast vertellen dat de lampjes aan zijn en dat ik er geen last van heb. Dus je wordt niet gek als ze ook... Ik moet zeggen dat ik het bij deze ook echt niet zie. Ze zijn ook uit. Oh man, oké. Yes! Yes! Kijk dit oog. Dan moet je eigenlijk gewoon je haar zo eroverheen doen. En als je dan gewoon een beetje eyeliner erbij tekent en nog nepwimpers eroverheen doet misschien. Oh ja. Dan valt het niet op. Maar het is wel heel veel op je ooglid dan. Alleen je moet ze dus wel echt goed plakken, want nu lijk ik echt alsof ik inderdaad een lui oog heb of zoiets. Nou, ik heb helemaal zin om te partyen. Dus we gaan lekker naar de wc toe. En dan ja, kunnen jullie het beter zien hoe het dan in het donker eruit ziet. Ik vind het best wel cool. Ik ook. Oké, let's go. Komt ie, 3, 2, 1. Hey.
Maar wow, het is wel een beetje creepy. Ik zou zeg maar... Ja, want... Ik zou mezelf niet willen versieren. Snap je wat ik bedoel? Nee, het is niet sexy. Maar ik ga even de andere standen proberen. Ik ook. Oh, kijk. Wow! Heftig. Zouden we hiermee uitgaan? Jij? Nee. Niet, hè? Ik vind het echt super grappig. Het is echt heel nerdy. Ja, het is ook heel nerdig. En als je zo kijkt, ze hebben gewoon van die lichtgevende ogen. Niet eens alleen de wimpers. Dus ze lijken net twee van die aliens. Ja, het ziet er een beetje alienachtig uit. Dat is het. Woep, woep, woep. Oh, party is over. Nou, zoals je ziet hebben we de wimpertjes nog op zitten. Ja. En we hebben ook gewoon off-camera super hard gelachen. Dus ik moet zeggen dat ik het echt een heel tof product vind. Ja, we hebben er heel veel lol aan beleefd nu al gewoon. We hebben ze alleen maar binnen huis gedragen, nog niet eens naar een feestje. Nee. En we hadden het er net een beetje over van, oké, ik kan me voorstellen dat je dit niet zomaar naar een festival of een feestje gaat dragen. Want het is nogal... extra en dan niet per se op een hele toffe manier. Nee. Het is een beetje nerdy. Ook alweer niet per se, zeg maar. Ik denk dat je gewoon scheid moet hebben en gewoon moet denken, oké, dit ga ik gewoon doen. Maar ik zou het persoonlijk niet alleen doen. Ik zou dan wel met minstens één vriendin dit willen met doen. Een hele groep. Met een hele groep, dat is heel grappig. Maar dan wel waarschijnlijk naar een festival waarbij je ook moet verkleden, zoals bijvoorbeeld Valtifest of zo. Ja. Dat is vet grappig. Ja, precies. Of dat er een bepaald ander festival met een bepaald thema of zo. Of gewoon een speciaal feest. Zou jij dit snel bijvoorbeeld doen? Of carnaval. Naar de Tivoli of zo? Dus je dan bijvoorbeeld Nee? Ja. Nee, want dan... Ja, nee. Het zit niet heel comfortabel, maar het zit niet... Niet comfortabel. Dus ik kan er gewoon mee leven en dansen eigenlijk. Ze blijven ook best goed zitten. Ze blijven heel goed druk zitten. Dus volgens mij is het hartstikke leuk om dit inderdaad met een groep naar een festivaletje te gaan. Dat is wel grappig. Het kost maar €1 of €2. Dus voor het geld hoeft niet te doen. Als je dan na 2 uur denkt, joh, ik ben er helemaal klaar mee. Ik gooi ze eraf. Prima. Ja, dan is het ook goed inderdaad. Nou ja, ik zou er niet heel erg aan trekken. Want ik denk echt dat je dan gewoon je oogleden eraf trekt. Ja, wel voorzichtig trekken. Want de tape is strak. Dat is echt niet normaal. Dus het blijft echt goed zitten. En meteen een eyelift. Dus vinden we dit leuk? Vinden we dit niet leuk? Ja. Ik vind het ook leuk. Ik vind het heel erg leuk. We hebben er nu al zoveel lol aan gehad. Nou, laat even in de comments weten wat jullie van deze LED wimperrand vinden. Zou je het zelf durven dragen ergens naartoe? Vind je het misschien helemaal niks? Of vind je het dus net zo tof als dat wij het vinden? We horen het graag in de comments. Geef de video ook zeker een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Maar natuurlijk ook op het kanaal van Serena Beauty Lab. En nog leuker, we hebben nog een video opgenomen samen. Yes. En die staat op het kanaal van Serena. De video zal ik ook eventjes doorlinken onder de video. En dat is ook weer een hele leuke video. Ja. Waarin we weer een gadget testen die we op Wish hebben gekocht. En die was ook wel merkwaardig. Merkwaardig. Dus ik zou zeggen, check zeker eventjes die video. En dan zie ik jullie hopelijk weer terug in de volgende video. Doei!